Wat gebeurt er allemaal bij Opel? Opel-topman uh, Karel Thomas Neumann beweert dat de komende twaalf maanden Opel een volledig ander merk wordt. Ligt dat eens uit. Nooit eerder dan in 1899 lanceerde Opel zeven nieuwe modellen in één jaar. Met als eerste onze nieuwe elektrische Ampera-i, rijbereik 500 kilometer en EDC. Een nieuwe koetswerkvariant op Vivaro die eraan komt. De nieuwe Opel Insignia in drie varianten en twee totaal nieuwe crossovers, de Crossland X en de Grandland X, die hier op het salon worden ingeleid door onze nieuwe Mokka X. En de nieuwe Insignia wordt naar alle waarschijnlijkheid toch het stokpaardje voor de fleetmarkt? 2017 wordt weer een magisch jaar voor Opel Fleet dankzij Insignia. Hij is bloedmooi, geschreven op de designtaal van een Opel Monza. Hij is sportief, hij is dynamisch, hij is lichter en qua binnenruimte beduidend ruimer dan de Insignia die we vandaag hebben. Juiste motoren, juiste fleetpacks gesneden op de fleetmarkt.